190.000 geheime documenten zijn sinds dinsdag na jaren voor het eerst openbaar. Het zijn documenten over de meest uiteenlopende zaken. We hadden wat verzegelde stukken die openbaar worden van de commissie Enschede, die onderzoek heeft gedaan naar de rellen in Amsterdam in 1966, maar ook naar het oorlogsverleden van Aantjes. En daarnaast is er een heel groot archief openbaar geworden van de heer Meijer-Ranneft. En die was een heel belangrijk koloniaal bestuurder. En die was in 1949 heel erg tegen de decolonisatie van Indië. Maar verreweg het grootste deel van de documenten is het archief van het Nationaal Beheersinstituut. 180.000 om precies te zijn. Het Nederlands Beheersinstituut is opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk om de financiële consequenties van die oorlog af te handelen. Dus daar zitten dossiers in van mensen die boetes moesten betalen. Omdat ze gecollaboreerd hadden bijvoorbeeld. Maar er zitten ook dossiers in van mensen die niet terug zijn gekomen uit concentratiekampen. Of mensen die als vijand werden verklaard. En van al die mensen werd het vermogen beheerd door het Nederlands Beheersinstituut. Marieke Oprel is promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En is documenten aan het uitzoeken uit het archief van het Nationaal Beheersinstituut. En ze is al bijzondere documenten tegengekomen. En dit is een verzoek van een oorspronkelijk Nederlandse vrouw getrouwd met een Duitser. En daardoor dus als vijandelijk onderdaan betiteld. En ze vraagt 15 gulden zodat ze schoenen en wat kleren kan kopen. Er staat letterlijk, ik zou graag schoenen en wat kleren willen kopen met dubbel O, zo oud-Nederlands. En er zitten er diverse van in dit dossier. Daterend uit 1946 en een paar uit 1947 en zijn eigenlijk allemaal afgewezen, dus dat is super interessant. Volgend jaar januari is er weer een openbaarheidsdag, maar welke documenten uit welke archieven er dan in de openbaarheid komen is nog niet bekend.